2 jaar geleden werkte Isabel nog aan haar doctoraat in de klinische psychologie. Daarvoor sprak ze met verschillende CEO's van grote bedrijven. Tijdens die gesprekken ziet Isabel vooral het enthousiasme waarmee sommigen aan het hoofd van een bedrijf staan. En vanaf dan gaat het snel. Omdat ik altijd al wel het gevoel had van ik wil zoiets gaan doen, maar ja, wat doet je dan? En dat is eigenlijk samengekomen met het feit dat mijn dochter toen 1 jaar of 2 was, heel veel eczeem had, heel veel cortisone moest smeren, dan een dikke vaselinezaal en die problemen bleven. Dus besluit Isabel om het heft in eigen handen te nemen en richt ze zelf op. Isabel doet zelf onderzoek, stelt de producten samen en test alles uit op haar 4-jarig dochtertje Michelle. Ik zag om en toe dat die cortisone echt wel effect, de nevenwerkingen, heel dunne huid, wit in de zomer, witte plekken. En dat kwam ook altijd wat weer terug. En we moesten om een duur echt wel een zware vorm gebruiken. Dus het is echt wel ontwikkeld met haar in mijn achterhoofd. En mijn producten zijn ook van zodra ik zat altijd op haar getest. Dus het is niet getest op tieren, maar op mijn dochter. Ook internationaal begint zelf door te breken. De Pure Beauty Awards in Londen verkiezen jaarlijks het beste natuurlijke skincare product. Dat Isabel 1 van de 10 genomineerden is, komt als een totale verrassing. Ik ben een beetje verbaasd, want daar zitten echt wel heel grote namen bij. En ik kom daar als klein Belgisch campus meisje tussen zitten. Dus ik ben heel benieuwd. De ceremonie is eind oktober, dus ik ga eens moeten zien wat ik ga aandoen, denk ik. Maar de belangrijkste motivatie voor Isabel blijft natuurlijk haar dochtertje helpen.